Hey, goeiedag mensen. Goed dat jullie erbij zijn. Ik heb vandaag 3 nieuwsberichten voor jullie. Nieuwsbericht 1 is dat ik bij de 250 abonnees ga ik mij inzetten voor Stichting Meergroen. Dat is opgericht door Franke van der Laan. Die doet hele mooie groenprojecten. En dat vind ik, kijk hier ook maar eventjes. Hoe mooi is dat, die natuur? Dat moet je echt omarmen. Dus ik zit te denken aan door middel van een donatie of een keer een dag meehelpen met hun. Met een van hun projecten. Laat even weten wat jullie daarvan vinden. Nieuwsbericht 2 is dat, kijk jij mijn video's vanaf de computer, is het nog makkelijker om te abonneren. Rechtsonder in de hoek staat mijn watermerk, klik daarop. Dan ben je direct geabonneerd. En nieuwsbericht 3 is, jullie zien het waarschijnlijk al, we hebben nieuwe kleding, we hebben hoodies laten maken. Even kijken. Mooi hè? Dus daar ben ik erg trots op en blij mee. Met dank aan Kleur op Kleding. Check hem even, die zet ik in de beschrijving onderin. Kleuropkleding.nl voor al drukwerk op kleding. Maar genoeg gepraat, we gaan nu gauw beginnen. Kijk toch eens even hoe mooi het hier is. Ben is daar lekker bezig. Morgen Ben! En ik heb hier een lekker signaaltje. Ik zal zeggen, ik heb al wat dingen opgegraven, maar dat was alleen maar rotzooi. Maar er moet hier ergens wat leuks zitten. Ik hoop dat dit mijn eerste mooie vondst wordt. Dit is het. Wat is het? Nou, ik weet het niet. Weer even lekker poetsen. Poetsen, poetsen, poetsen. Nee. Sorry. Op naar de volgende vondst. We gaan even poetsen. Ik heb dit voorwerpje gevonden. Ziet er oud uit. Een soort haakje. Dus even kijken. Hier een musketkogeltje. Lag nog niet zo heel erg diep eigenlijk. Wel geinig. Kogeltje. Geinig. Zet er nog wat op. Ik geloof. Kogelpuntje. Ah, grappig. We hebben weer een musketkogel. Kijk, je ziet de lijn er nog op lopen. Dat is een beste. Ik vind hem leuk. Door naar de volgende vondst. Zo, ik was bijna bang dat ik jullie moest gaan teleurstellen vandaag. Maar we hebben een speelgoedsoldaatje. Hey Ben, ik kan me bij je aansluiten. Ik heb ook speelgoed gevonden. Even kijken of er nog wat anders bij zit. Dat ik echt alles heb gehad. Zo te zien is het er wel uit, ja. Kijk Ben. Eindelijk. Hey, wat mooi man. De hele dag is het druk. Ja, mooi. Zal je nou...
Zal die nog heel... Nou, misschien dat er al een stukje af is. Helemaal volgens mij. Die loopt, die lijkt toch wel... Hè? Ja. Maar, al met al, hier kan je wel blij mee zijn. Ja, in de pocket. Hop, hop. Kijk eens wat leuk. Ook ik sta achter de boer. Hij mist alleen twee wielen. Hey, dat is weer een musketkogel. Ja, ja mensen, we zijn weer thuis aangekomen. Ik heb de vondst al klaar liggen. Die kan ik even met jullie doornemen. Ik zal jullie de troepjes besparen. En vergeet allemaal niet te abonneren. Dan gaan we vol gas richting de 250 abonnees. En dan kan ik me snel inzetten voor een project van Stichting Meergroen. Dan denk ik aan een donatie of ik ga zelf mijn handen uit de mouw steken. Bij iedere mijlpaal zal ik een unieke actie bedenken weer. Hier komen de vondsten. Nou, zoals jullie zien zullen we snel klaar zijn. Een dubbeltje, 1951, 10 eurocent. Twee kogelpuntjes. Drie musketkogeltjes. Die zijn leuk. Deze boer op een tractor, zolang hij een wielie blijft maken, kan hij blijven rijden. Deze mooie soldaat. Mooie details nog erin. Heel gaaf. En dit haakje, ik heb hem al iets meer schoon kunnen maken. Ziet er mooi uit. Wat het precies is, weet ik niet. Weten jullie het? Laat me het dan weten.